Leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Ik ga vandaag voor jullie mijn koffer inpakken. Deze koffer is van Zoet Zoet. En het is zeg maar niet die bekende pastelkleurtjes, maar het is gewoon van een normale lijn. Donkerblauw en het is het grootste formaat. Het past lekker veel in. Ik ga 8 dagen naar Italië. Mijn ouders zijn er al. Met mijn broertje en Milan en ik vliegen komende week daar naartoe. Dus deze koffer gaan we ook samen delen. Dus het wordt nog best wel een uitdaging om hem goed in te pakken dat alles erin past. Maar dat ga ik vandaag met jullie doen. Dus heb je er nou heel veel zin in? Net zoveel zin als ik? Doe dan een blauw duimpje omhoog en laten we beginnen. Waar ik eigenlijk altijd mee begin is het uitzoeken van kledingsetjes. Ik vind het gewoon veel makkelijker als je echt al setjes hebt in je koffer. Dan weet je gewoon als je daar bent van, oh dit broekje wil ik aan. Oh daar heb ik dit topje voor meegenomen. Niet als je daar bent en een broekje hebt en denkt, ik heb geen leuk topje voor hierop. Dus dat is het eerste wat ik nu ga doen, setjes maken. Naast me liggen en dan ga ik dat in dit grote vak doen waar dit vakje zit, want dan blijft alles gewoon lekker op zijn plek liggen. Zoals ik al zei, ga ik deze koffer met Miu samen delen, dus eigenlijk wil ik proberen om mijn kleren voor de helft hier toe en zijn kleren voor de helft daar en dan hier gewoon toilettassen, schoenen en dat soort dingen. Dus laten we maar beginnen met opvouwen. Wat ik aardig prima vind gelukt eigenlijk. Want dit zijn gewoon alle kleren die ik mee wil. Er zitten wat jurkjes voor het strand bij. Maar ook eigenlijk de meeste outfitjes zijn voor de avond. Want overdag loop ik toch alleen maar mijn bikini met mijn strandjurkje eroverheen. Dus dit zijn eigenlijk al mijn outfitjes. Nu twijfel ik een beetje of ik mijn bikinis hierbij wil doen of niet. Ik denk dat ik mijn bikinis gewoon in een grote tas doe en dat aan deze kant ga doen. En dat Miu en ik hier al onze kleren doen. Dus mijn deel kan nu dicht. Oké, ik heb de koffer even omgedraaid. Maar we gaan nu verder met dit vak. Allereerst leg ik deze handdoek erin. Mijn ouders hebben natuurlijk al handdoeken mee voor het strand en zo. Maar ik vind het wel fijn om deze ook nog mee te nemen. Dus die leg ik gewoon soort als bodempje neer. En dan gaan we verder met de badkleding. Ik heb hier deze strandtas die ik mee wil nemen. Deze is van de Six was die volgens mij, van 2 jaar geleden of zo. En deze vind ik heel erg chill voor het strand, omdat hij gewoon lekker groot is. Dus daar ga ik al onze badkleding in doen. Ik heb hier ook alvast wat zwembroeken van Miu, die had hij wel toevallig al meegegeven. Dus die gaan erin. Even kijken, en dan alle bikinis. Wil je nou weten waar al mijn bikinis van zijn, moet je even mijn video kijken van 2 weken geleden of 1 week geleden was dat alweer. Waar ik al mijn bikinis in laat zien. Dus die maak ik een beetje plat. Zo, en die leg ik hier bovenop, zodat al onze bikinis gewoon bij elkaar zitten. Zo. Dan gaan we
gaan we over naar de toilettas. En laat ik even zien wat ik daar allemaal mee neem. Deze toilettas is trouwens van de Ethos. Dus het is echt heel erg chill. Want er past gewoon echt super veel in. Ik neem de shampoo en conditioner mee van L'Oréal Paris. De Dream Lengths, deze vind ik gewoon echt super fijn. Dus die gaan mee op vakantie. En ook van L'Oréal gaat deze No Haircut Cream mee. Van dezelfde lijn. Natuurlijk neem ik ook een deo mee. Dit is die van Dove met die peergeur. En die vind ik echt super lekker. Voor onder de douche neem ik deze twee dingen mee. Als eerst de body scrub van Rituals. En daarbij de olie. En die vind ik echt super chill om mijn benen mee en zo mee te scheren. Dus deze twee gaan ook mee. Deze mousse voor mijn haar van Sails neem ik mee. Twee scheermesjes. Altijd handig. Twee paar elastiekjes van Invisible. Een beetje een blauwe en een roze kleur. Deze twee cupjes. Dat is zeg maar om je gezicht mee schoon te maken. Dat je dode huidcellen weggaan. Die vind ik heel erg chill. Dus die gaan ook mee. En als laatste deze harstrips. Gewoon van Kruidvat eigen merk. Die neem ik ook mee. En heel veel dingen heeft mijn moeder al mee. Zoals body lotion, aftersun. Tandpasta, dat soort dingen heeft mijn moeder al mee. Dus dat hoef ik niet mee te nemen. Dat is wel heel erg fijn. Dus deze past hier mooi. Dan heb ik nog een andere toilettas. Omdat dit is echt een beetje mijn douchetoilettas of zoiets. Wij staan op een camping. En dan vind ik het gewoon fijn om dit zo mee te kunnen dragen. Want hier zit eigenlijk alles in wat ik gebruik onder het douchen of na de douche. Dus dat vind ik gewoon heel erg chill. Maar als ik in de avond mijn tanden ga poetsen, neem ik eigenlijk alleen dit toilettasje mee. Deze van de Victoria's Secret. En hier zit gewoon alles in wat ik in de avond of in de ochtend nodig heb. Dus laten we even kijken wat erin zit. Als eerst lensvloeistof zit erin. Een gezichtscreme van Shiseido zit erin. De pil, niet geheel onbelangrijk. Tandenborstel. Mijn lenzendoosje en een paar extra lenzen. Kijk waar die andere is. Hier. Voor als er met die andere die ik mee heb wat er gebeurt of zo. Of iets. Micellair reinigingswater van Garnier. En als laatste badjes. Dus die gaan ook allemaal mee. En dat vind ik gewoon een hele chille manier dit om. Ja. Veel chiller dan dat ik met al mijn spullen loop te showen. Terwijl ik de helft niet eens ga gebruiken. Bijvoorbeeld in de avond. En dit gebruik ik gewoon standaard. Dus deze. En die leg ik ernaast. Dan gaat er natuurlijk ook nog wat make-up mee. Dat ga ik in dit tasje doen van de Ethos. Dat is zeg maar zo'n doorschijnend tasje. En die is echt heel erg groot. Dus die vind ik heel erg chill. Dus ga ik ook even aan jullie laten zien wat ik daar aan meeneem. Ik wil er wel even bij zeggen. Ik draag eigenlijk nooit make-up op vakantie. Alleen in de avond. Dus dit is echt meer als ik in de avond uit ga of uit eten ga. Zodat ik dan wat make-up op kan doen. Als allereerst deze waterproof mascara van Essence. Een paar kwastjes voor mijn wenkbrauwen. Twee lipsticks van MAC voor als ik dat op wil doen. Dit is in de kleur Angel en dit is in de kleur Twig. Mijn MAC Soft & Gentle highlighter. Een oogpotloodje van Essence. Deze NYX wenkbrauw gel. Dit highlighter paletje van NYX, die is zo mooi. Echt niet normaal. Ah, kijk of ik hem open krijg hoor. Kijk even hoe mooi. Dus die gaat ook mee. Deze blush van Benefit ga ik denk ik ook niet gebruiken. Maar ja, gewoon hetzelfde verhaal. Dan heb ik het maar gewoon bij me. En neemt toch niet zo heel veel ruimte in beslag. Dus die gaat ook gewoon lekker mee. Natuurlijk moet er ook een pincet mee. En als laatste twee nagellakjes. Want ik ga weer gel nagels laten zetten voor vakantie. Dus ik hoef alleen maar mijn tenen te lakken. Dat doe ik met deze kleur van Kiko. Een kleurtje nummer 010. En een topcoat voor eroverheen. Deze is van Sally Hansen en heeft zo'n gel effect. Dus dat is alles qua make-up wat ik meeneem. Ik moet alleen nog mijn kwasten erin doen. Maar die heb ik nu vandaag nog nodig. Dus dat laat ik nog even zitten. En die stop ik hier tussen zo. Dat past perfect. Oh, en ik was nog deze twee vergeten trouwens. Mijn twee geurtjes. Allebei van Marc Jacobs van Daisy. Dus die gaan er ook bij. Alleen ik denk... Ik twijfel een beetje waar ik die in zal doen. Ik denk dat ik die bij mijn bikinis ga doen. Erin, zodat ze niet kunnen breken. Dat ze een beetje beschermd zijn. Zo, die gaan daarbij. Dan is natuurlijk tijd voor de schoenen.
Ik neem allereerst deze sandaaltjes mee van Havaianen. Die lopen gewoon echt super lekker. Dus die gaan sowieso mee. Die doe ik hier. Of... ja, die passen daar. Dan natuurlijk nog gewoon slippertjes voor het strand. Ook van Havaianen zijn deze een beetje rosé, goud, bruin, koperachtig in die kleuren. Die gaan ook mee. Die passen ook nog wel hier zo. Dan neem ik mijn rode Isabel Marant mee. En daar zaten ook van die dustbags bij. Even kijken hoor. Deze. Dus dan kan ik die er omheen doen zodat ze mooi blijven. Want die wil ik wel graag mee hebben. Dus dat is één. En dat is twee. Zo. En eigenlijk wil ik ook nog mijn groene mee. Maar ik zie dat daar niet heel veel plek meer voor is eigenlijk. En mijn Sandra's neem ik ook mee. Maar mijn Sandra's die trek ik aan. Dus ik moet nog heel even kijken of ik deze meeneem of dat ik deze thuis laat. Dus daar wacht ik nog eventjes mee. Dan gaat mijn steltang nog mee. Die past wel gewoon zo hier. Een beetje proppen. Maar Miu's toiletten moeten dus ook nog hierin. Maar dat past hier nog wel op. Wat ik net was vergeten zijn mijn BH's en ondergoed en zo. Dus dat doe ik er nog eventjes bij. Dat doe ik gewoon bij mijn kleren. Zo, ik neem 5 BH's mee. Ik denk dat dat wel genoeg is voor op vakantie. Die leg ik er gewoon op. Want ja, we gaan toch maar 8 dagen. En, ja. Oh. En deze nog. En dan natuurlijk nog onderbroek. Ik heb er nu pas 5. De rest zit nog in de was. Maar dat komt vanzelf wel. Die prop ik hier gewoon een beetje zo aan de zijkant. Zo. En ik heb nog 2 paar enkelsokjes. Of 1 paar enkelsokjes. Die gaan ook mee. Maar de rest zit ook nog in de was. Dus die kan ik er altijd later nog bij doen. Dan heb ik nog wat accessoires. Zoals deze 2 sjaaltjes. Voor in mijn haar. Die vind ik heel erg leuk. Die doe ik bij die tas erbij met bikinis. Zo. Mijn Gucci ring mag natuurlijk niet ontbreken. Dus die gaat ook... eigenlijk moet ik daar ook even zijn zakje voor pakken. Maar dat doe ik straks wel. Of ik doe hem gewoon tussen mijn bikinis ook. Blijft die ook mooi. Zo. En dan heb ik nog dit zakje van mijn jewelry. Zo, ik kan het echt niet uitspreken bij me. Want hier kan ik dan mijn sieraden in doen. Mijn ringen en oorbellen en zo heb ik altijd wel in. Maar zodat ik ze af wil doen, kan ik ze daarin doen. En ik neem nog dit paar oorbellen mee van de Primark. Die vind ik heel erg leuk voor als ik een knot in mijn haar heb of zo. En ik neem nog dit setje oorbellen mee van Lovelings. Deze vind ik gewoon echt heel erg leuk. Dus die neem ik ook mee. En die doe ik dus in dit zakje, zodat ze een beetje mooi blijven. Dus die. Oké, dat was eigenlijk hoe ik mijn koffer inpakte. Nog niet alles zit er natuurlijk in. Want ik bedenk me nu ook dat ik een pyjama ben vergeten. Er moeten nog wat onderbroeken en sokken bij. Volgens mij mijn Savoo bikini zit er niet in. Dus dat zijn allemaal een beetje de laatste dingetjes. Bijvoorbeeld mijn wenkbrauwpoeder, die moet er ook nog in. Want die heb ik morgen gewoon nog nodig. Dus dat. Maar dat komt allemaal een beetje op het laatste moment. Ik heb natuurlijk ook nog handbagage. Ik weet nog niet of ik daarvoor mijn kleine trolley meeneem of gewoon een tas. Want ik wil eigenlijk heel graag allebei deze tasjes mee. En deze is natuurlijk lekker klein. Maar ik denk niet dat die in de koffer er nog bij past. En deze tas wil ik eigenlijk voor het vliegtuig gebruiken. Omdat hier past gewoon super veel in. Bijvoorbeeld mijn eigen bril gaat nog mee. Mijn zonnebril natuurlijk. En ik heb dit tasje. En hier doe ik alle reisdocumentjes in. Dat vind ik wel makkelijk als alles gewoon bij elkaar zit. Aangezien ik niet met mijn ouders vlieg en normaal mijn ouders dat regelen. Moet ik dat nu zelf doen met Miu. En het lijkt me wel handig om alles hierin te hebben. Ook onze paspoorten en zo. Dus dat. En natuurlijk op het laatste moment komt hier nog mijn oplader bij. En mijn camera komt hier in de oplader van mijn camera. Ik wil ook heel erg graag mijn GoPro meenemen. Maar die ben ik dus kwijt. Ik kan hem echt nergens vinden. Ik ga straks nog even één keer heel goed zoeken. Hopelijk dat ik die kan vinden. Want ik vind het wel heel erg leuk om ook dat soort beeld te maken op vakantie. Dus ja, ik weet nog niet precies of ik alleen deze als handbagage ga meenemen. Of dat ik een grote tas... oh, dit ziet er echt heel lelijk uit, dit blikje. Of alleen een grote tas meeneem. En deze als extra. Weet je, mag bij KLM mag je volgens mij 1 koffer. En dan nog iets als accessoires. Dus nou, ik moet nog wel even kijken hoe ik dat ga doen. Maar dit was in ieder geval mijn inpakvideo. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden.
In oktober ga ik natuurlijk 3 dagen of althans 2 dagen naar Ibiza. Dan ga ik ook weer zo'n video maken omdat we dan alleen handbagage mee mogen nemen. Dus natuurlijk weer heel anders hoe je inpakt. Dus ja, dan ga ik ook daar een video van maken. Ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden en bedankt voor het kijken. Doei doei!